zijn. Het ging iets anders over ons. Het was wel dat wij als Vereniging voor Biometrie en Identiteit zorg hadden. Hé, er gaat iets over biometrie gebeuren. Weten wij dat van? Nou ja, via de tamtam gebeurde het ook. Moeten we daar niet bij zijn? Nou, we dachten van wel, dat doe je voorzichtig. En uiteindelijk nodig je misschien min of meer jezelf uit. En dan blijkt dat er al twee leden aanwezig zijn. Dus we zijn goed aanwezig. En Marco gaat ook lid worden. En anders dan weten we waar hij woont. Is dit de hele vereniging trouwens? Of hebben jullie nog meer leden? We hebben nog meer leden. Oh, die zijn onder... biometrisch geneutraliseerd. En als mensen zoiets hebben van... PVBI, wat is dat? Nooit van gehoord. Nou, dat klopt dan, want ik wist niks van de PVIB. Dus dan hebben we een band er vast. Dat ligt ongetwijfeld aan mij, hè? Maar goed, ik ga het een en ander over biometrie. Ik heb besloten om een soort praatje bij plaatje te houden. Vooral op dat digitaalstip, wat eenvoudige voorbeelden. In die zin wat minder wat de VVBI doet, maar dit is ook van leden van de VVBI, dus ik hoop daarmee gewoon te zeggen van duidelijk te maken waar wij het een en ander mee doen of mee bezig zijn. Kijk of dit ook werkt. Ja, een vraagje. Gewoon even hand opsteken. Wie maakt gebruik van biometrie of past biometrie al toe? Ja, nog even omhoog gaan, even kijken. Nou, dat is een redelijk aantal. Is dat vingerafdruk? Oké, vingerafdruk. Mag ik dan even vragen aan al die anderen voornamelijk? Hebben jullie het idee dat de buurman links of rechts bij nog steeds hetzelfde is als voor de pauze? Wie denkt dat? Even. Oh, dat valt me tegen. Of hebben we geschuifeld, verwisseld tussen? Oké. Nee, wat ik daarmee wil zeggen, ze doen veel meer aan biometrie dan dat we denken. Wij zijn een ontzettend prachtige biometriefabriek. Wacht even, hij staat hier op. Ronald had er dus een aantal dingen, kan ik wat sneller doorgaan. Hier staan drie definities. Onthoud gewoon eventjes, er zijn verschillende definities. En dat, ik ben helemaal niet de man van definities, maar let erop, als je met de een of de ander praat en je hebt verschillende definities, dan kan je wel eens tot een spraakverwarring leiden en dan wordt er gesprek in discussie en misschien eventueel wel een ruzie in het uiterste geval. In praktijk is denk ik 2-3 zo'n beetje, hoe nou het een beetje gangbaar is. Je kan een aantal dingen uithalen, die komen ook weer tegen. Hè. Het is statistiek, hebben we ook wel gehoord. Lichaamskenmerken, gedragseigenschappen, in praktijk wat minder. Identiteit en bij die laatste staat ook herkenning. Ik zal het meeste eigenlijk, en dat is denk ik in de voorgaande zin ook, het is persoonsherkenning. Ik denk dat we straks overgaan naar forensisch, en dat is het andere tak van sport. Hier hebben we ook al het een en ander gezien, dus daar kan ik ook snel overheen stappen, gewoon het voorbeelden van wat er is. Ik heb ook een leuke lichaamsgewicht, het is heel simpel. Ik vond het heel prachtig toen ik ook bij Morpho, voormalig Joon Enschede kwam, en met mensen die onze paspoorten maken, dan ga je door een sluis en dan word je gewogen. En ik vond het, dat is toch echt wel een mooie biometrie. Ik weet niet hoe zuiver het is, dat als ik aan de... Ja, ik durfde niet naar het toilet te gaan, ik durfde niet te drinken, want ik dacht, dan zit ik vast. Maar goed, gewoon, dit hoeven we niet meer, ik denk dat dat gewoon allemaal gaat. Overigens is dat wel misschien iets, heb ik niet gezegd, maar ik heb hier ook even dingen als hartslag neergezet. Want in deze tijd dat we met mobiele apparaten, smartwatches en zo, zie je dat dat soort linken ook allemaal ingaan. Dus er is wel wat in beweging, buiten de klassieke dingen misschien. Voor de rest heb ik er niet zoveel stilstaan. Ik benader de biometrie net even wat anders dan mijn voorgaande sprekers, en ik denk ook ten opzichte van de anderen. Ik ben meer ook vanuit organisatie bezig. En dus ik heb hier mijn beeld neergezet van dat ik denk van, hé, laten we eens even kijken. Als je biometrie nou in je bedrijfsprocessen herinnert, wat zijn de dingen? Nou, dan is het gangbaar. Hè? Input, throughput, output. Ik heb er ook outcome bij gezet. Dus wat gaat het je om? Want daar doen we het voor uiteindelijk. Dan heb je een aantal dingen. Je hebt meetapparatuur nodig, al verschillende dingen genoemd. Je moet het kunnen meten, die lichaamskenmerken. Vervolgens heb je daar de data verwerking. Ik zal straks al een voorbeeldje geven. Er is ook het een en ander gebeurd, je hebt rekencapaciteit nodig.
Dat is allemaal leuk. Maar vervolgens moet je ook bedenken welke informatie je eruit wil halen. Daar begint het al te dragen. En uiteindelijk, waar doen we dat voor? Wat helpt het ons in onze bedrijfsvoering? En een simpel voorbeeldje zeg ik altijd. Stel je signaleert een indringer. Wat ga je nou doen? Ga je hem bij de poort tegen? Of laat je gecontroleerd verder gaan? Of bedenk maar wat. Dat zit niet in biometrie. Het zit ook niet in die databerking. Het zit gewoon in je bedrijf. Maar daar gaat het wel om. Oké. Okay. Biometrie terug als werkproces. Dit is al eigenlijk naar voren gegaan, maar is dit iets, nou, simpele voorstelling. Je neemt de vingerafdruk, in dit geval neem je op. Daar moet je wat mee doen. Het staat een beetje scheef, dus je draait in een stukje. Het beeld is een beetje donker, dus je vogelt het, doet een beetje photoshoppen ermee, om het zo te zeggen. En uiteindelijk ga je die karakteristieken die al bij de introductie naar voren kwamen, als die bogen en die... Kijk, dat is mijn terrein, ik weet het bij God niet, maar dan heb je uiteindelijk je template. Je ziet twee dingen staan, referentie en een test. Die referentie is die je hebt, zeg maar, want het is ooit in het systeem gekomen. En die test is wat je op dat moment doet. Dat wordt dan gerekend en vergeleken en dan komt het resultaat of een score, zoals het noemt uit. En vervolgens is het van belang, is die score boven de drempel, onder de drempel en wat ga je dan weer doen. Dit is wat er in praktijk gebeurt. Overigens gesimplificeerd, maar ik vind het makkelijk. Deze sheet. Ja, sorry. Mag ik nog die vorige. Ja. Hier staat een reference op een vingerafdruk. Ja. En ik heb ooit eens begrepen, meneer, dat dat juist niet de bedoeling is. Dat je niet de referentie nog ergens op moet staan als vingerafdruk. Maar dat je een. Ah, je zegt twee dingen. Opslaan heb ik niet over, maar je vergelijkt. Dus je moet, als je voor persoonsherkenning zeker, maar ik even dat dan beperken, dan betekent dat je eerst, in dit voorbeeld, het kan ook iets anders zijn, maar een vingerafdruk afgestaan hebt. En of je die nou opslaat in een centraal systeem op een kaart, komen we straks op terug, is ook genoemd eigenlijk. Dat doet u, maar je hebt hem. Ergens opgeslagen met bijvoorbeeld je paspoort. Dat is eigenlijk in Nederland ons enige identiteitsbewijs. Ja, dan hebben we dat moment een referentie, die komt aan jouw persoon. Dus dan weten we dat die vingerafdruk hoort bij jou. Die vingerafdruk is voor dit systeem jouw identiteit. Per definitie. Als we daar meer dingen bij toevoegen, wordt je identiteit groter. Want die referentie is voor de koppeling eigenlijk. En vervolgens kom je een volgende keer er weer aan. Dat is test. Dus dan leg je je vinger neer. Wordt je vingerafdruk. En dan gaat die hele ruiten van het, waar Ronald ook uitgebreid is. Ruud ook. Dan gaat die hele rekenpartij. En die maakt dan op een gegeven moment. Ja, met zoveel waarschijnlijkheid. Of binnen die grenzen. Zeggen we van dit klopt. Of dit klopt niet. Is dat antwoord? Ja, maar in dit voorbeeld, kijk, de angst dat iemand biedt is altijd mijn vingerafdrukken worden gestolen. Ja. En dat was hiermee bevestigd, want als jij dat plekje waar die reference opgeslagen is, of dat naar centraal is, of op een kaart, of in een paspoort, daar kun je met een vingerafdruk stijgen. Laat ik zo zeggen, het is niet de bedoeling om jouw angst aan te wakken, nee, maar je hebt wel gelijk. Maar dat heeft niet, zeg ik dan eventjes, stipgenomen met biometrie te maken, want dat heeft met alles. Laten we een van onze technische broeders even die toelichting geven, want volgens mij heb ik gehoord dat je de vingerafdruk nooit opslaat. Alleen een herleidbaar of een vergelijkbaar hash-achtige cryptografische extractie. Dat kan, dus de vingerafdruk allemaal, staat nergens. Ja, dat kan allemaal. Dat kan. Je paspoort, in je paspoort staan echt twee plaatjes van de vingerafdruk, omdat dat gewoon in elk systeem moet worden gelezen. Dus op het moment dat de PKI-sleutel je paspoort kan openen, waar de vingerafdrukken die we dus op de gemeentehuizen afgeven, staan echt twee plaatjes in. En die plaatjes, we doen er niks mee. Omdat gewoon, men krijgt gewoon niet de handen op elkaar, of ik wat men bedoelt, is een ander verhaal. Maar daar staan gewoon plaatjes in. Dus ik gaf het voorbeeld aan van de UNHCR, daar is bewust gekozen om alleen de template. Vanuit de template is eigenlijk niet meer een plaatje van de originele vingerafdruk niet meer te herleiden.
Dat heeft ermee te maken dat men niet wil dat die vingerafdrukken bij een van de bewind terechtkomt, waardoor men weet wat er, dat die mensen in dat vluchtelingenkamp zitten. Dus het heeft deels met een beetje processen te maken. En je mag zeker, dat is de reden waarom in Nederland we die onze vingerafdrukken niet wilden opgeslagen hebben in een databank. En dat heeft met heel dat verhaal te maken. In een politiesysteem staan gewoon netjes, op het moment dat je in aanraking bent geweest, dan heeft men de vingers gerold. Dan staan de plaatjes in het systeem. En van die plaatjes wordt een template gemaakt, zoals dat hier aangegeven wordt, als referentievinger. En die wordt gezocht op het moment dat men een latente afdruk heeft genomen. Dus daar zitten de nuances in. Overigens, het is terecht je vrees, want dat is juist wat we vanuit de VVB ook willen doen. We willen enerzijds kennis delen over dit soort onderwerpen, maar anderzijds ook het juiste gebruik. Daarom. Het is voor mijn angst en waarom de technologie minder inzet kan worden dan je zou willen door die angst. Maar als je dat op dit plaatje zo zet. Dan zeggen mensen van, kijk inderdaad, de vingerafdruk wordt opgeslagen, terwijl dat niet altijd is. Maar dat één keer ook niet. Ja, dat is dan de beperking. Ik stop er dan mee, want dan is de beperking over het plaatje. Het was volgens de illustratie bedoeld, als het dan dat soort zware dingen heeft, dan gaat het te ver. Dat is... Trouwens, de vinger die op de telefoon wordt, ja. En als je het niet erg vindt, dan wat, dat is niet mijn bedoeling, dan gaan we eigenlijk weer dingen terug. Maar het is terecht wel, ja, even, dan stop ik echt mee. Maar dit is precies waarom ik me persoonlijk zo eigenlijk druk gemaakt heb. Dat ik heb helemaal niks tegen in principe een vinger in een paspoort of een ID-kaart opnemen. Want dat is vrij lokaal, als je het met je beveiligt. Maar toen er gaandeweg van dat traject even simpel werd, hey, dan kunnen we ook een centrale database gaan vullen. Toen dacht ik van, jongens, hier moeten we wat aan doen en dit moeten we niet zomaar doen. Dat vind ik heel eng. Gaandeweg opeens, als je het van tevoren afspreekt en we hebben onze reden voor. Het enige verschil is dat ze nu zeggen dat ze het niet meer doen. Ja. Oké, met het gevaar dat hier ook in de discussie hebben, maar ik heb hem gepoogd, wat het duidelijk is, om terminologie die verwarrend is en dezelfde woorden die andere betekenis hebben in andere gebieden hier heel simpel op een rijtje te zetten. Begin ik, waar het om gaat is, je ziet hier al, identificatie komt 3 keer voor. Dat is ook eigenlijk de meest verwarrende. Als ik even links begin bij biometrie, daar hadden we het eigenlijk net al even. Dat begint meestal bij enrollment. Dat betekent dat ik op dat moment, dus ik heb ook simpele vragen erachter proberen te stellen. Wat zijn de biometrische kenmerken van de persoon of de lichaamskenmerken? Dat betekent dat je een persoon die je aanneemt dat het een goede is, in ieder geval van die persoon, zijn vingerafdrukken bijvoorbeeld neemt, of een gelaatsfoto, of een iris, you name it. Op dat moment bepaal je de identiteit, doe je de enrollment, dus leg je de biometrische kenmerken vast in je systeem of ergens op. Ja? Hou dat dus even vast. Dat is meestal de eerste stap. Vervolgens kan je zeggen, in andere processen heb je verificatie, van is dit de persoon die je zegt te zijn? Dat is die 1-op-1 hoofdzakelijk. En vervolgens is die identificatie, wie is die persoon, is dit de gezochte persoon, dat zijn vragen. Dan heb je die 1-op-1 zoek. Maar ook met dit soort vragen heb je de forensische component. En dat is een totaal andere, want dan ga je op sporen, ga je een persoon erbij zoeken. Dan wil ik nu, jij zal er wel bij stilstaan, hè? Oké. Beloofd. Oké. Dus dan houden we dit even gewoon voor persoonsherkenning alleen. Als je dan kijkt naar de andere kant. Oh ja, wacht nog even. Ik heb er hier nog eentje staan. Deze. Sinds een paar jaar hebben we de wet identiteitsvaststelling veroordeelde verdachte getuigen. Die is actief, dus als je voor een redelijk vergrijp opgepakt wordt, dan worden standaard je vingerafdrukken afgenomen, tenzij ze al afgenomen zijn, en de gelaatsfoto opgenomen. Dat is gewoon wettelijk geregeld sinds 2010 geloof ik, hè? 2011. In die wet praat men, identiteitsvaststelling, identificatie. Dat is eigenlijk meer dit proces. Daar zijn ook, kan je zeggen, vandaar ook dat er wat kritiek vanuit de politieomgeving kwam. Dat is dus binnen de biometrische toepassing en overheid is dat al wat verwarrend. Rechts, niet mijn vakterrein, maar heb je identificatie,
Dat is de aanmelding. Ik meld me aan of zo. Dat was een identificatie genoemd. Authenticatie, is dit de juiste? En autorisatie is, wat mag dit persoon of ding doen? Wat ik hier alleen al wil zeggen, er is geen lijntje van het een is gelijk aan het andere. Je kan ze wel aan elkaar koppelen, maar het voornaamste, let dus even op. Als iemand de term identificatie in zijn mond neemt, waar heeft hij het over, waar komt hij vandaan? Want zeker die en die, totaal verschillend. Dus je praat voordat je weet, praat je uren langs elkaar heen. Nou, tot zover de theorie. Een van de dingen die, althans, ik praat anderen na in dit, zeggen van, wat voor de toepassing van biometrie van belang is dat de toegangscontrole is al volgens sommigen, nou ik heb het niet afgezwakt, wordt, maar standaard elektronisch, dat biedt allerlei mogelijkheden. Nou ja, hier is dan in een cartoon een beetje aangezet, er werd soms af en toe wel creatieve dingen geregeld voor je aanwezigheid en met een prikkel was het vrij simpel. Maar ja, in mijn jeugdjaren bij mijn eerste werkgever, dan dat linkse, dat ken ik wel, ja, dat gebeurde. Dat rechts heb ik nooit meegemaakt. Maar wel een voorbeeld ervan. En het is niet bedoeld om reclame voor bedrijven te maken, maar ik moest gewoon wat zoeken en dit waren mensen die me dit op korte termijn konden aanleveren. Biometrie in supermarkten. Ik vind het een heel leuk verhaal, omdat ik, toen ik het voor het eerst hoorde, eigenlijk totaal niet had verwacht dat het al zo daarin gebeurd is. Het verhaal gaat, en het zal licht aangedikt zijn, dat als er nu een nieuwe supermarkt, hangt wel een beetje af van het merk, neergezet wordt of verbouwd wordt, dan wordt er eigenlijk standaard biometrie in toegepast. En wat is dat dan meestal? Dat is dan aan deze kant, zeg maar, volgens mij lopen ze er niet zo mooi bij, of het is de bedrijfsleider of hoe die heet, maar van die reclame misschien. Dan wordt een vingerafdruk in het systeem gebracht, dus een lokaal systeem dan in dit geval. Dus de parttimer, want dat moet je ook doen. Supermarkten hebben heel veel parttimers, dus hebben relatief veel mensen in dienst. Die komen, identificeren zich of leggen, ik moet het goed zeggen, leggen een vinger neer. En daarmee zijn ze binnen als het ware. De tijdregistratie begint te lopen. Er zitten, afhankelijk van hoe ze dingen regelen, dingen bij van, jij mag helemaal niet meer binnen omdat je vandaag niet zou werken. Maar er zit dus een controle op. Er kunnen controles op zitten van, oké, jij mag het magazijn in of juist niet. Allemaal dat soort achtige afspraken, regels die in het bedrijf er zijn. En die worden gevoed door die ene, ja, het zijn wel meerdere, maar in principe één biometrische handeling op dat moment. Want door die tijdregistratie gaat automatisch de salarisadministratie wordt gevoed. Dus er is in die bedrijfsvoering zoveel voordelen, buiten dat ze af zijn van pasjes die ze niet meer terugkrijgen en weet ik veel allemaal dat soort administraties. En je kan er dus nog meer op hangen. En dit gebeurt dus al gewoon in Nederland, hè? Ja, maar daar heb je biometrie natuurlijk niet voor nodig. Biometrie is gewoon voor authenticatie. Je doet nou net of een biometrie het wondermiddel is die dat allemaal weet, maar het zou met een pasje kunnen. Alleen ja, maar dat zeg ik net, het pasje is te duur. Vanwege het uitwisselbaarheid, verlies, administratie. Dus er zit een financiële component. Ja. Ik zeg niet dat biometrie voldoende is, maar financieel is het voor een dusdanig aantrekkelijk dat het te doen. En daarom zeg ik van, ik benader van dit soort proces, waar doe je het voor? Het gaat niet om die authenticatie, het gaat ook niet om biometrie. Het gaat dat je bedrijfsvoering beter regelt. En hoe je dat doet, dat kan je met biometrie doen in dit geval. Ja, in deze situatie. Ik zeg niet dat het overal werkt. Hè? Je hebt gewoon autorisaties ook nog nodig, dus dat zat er al. Wanneer mag iemand werken, dat zijn de back-office systemen. Ja, maar je ziet vaak wel dat door dit soort biometrie en informatievoorziening, daar had ik dat rijtje, de informatievoorziening verandert. Dat je daar meer mogelijkheden, andere mogelijkheden hebt. Kijk, ik. Oké. Dat zie ik nog niet. Nee, nou, nee. Maar ik kan je jouw reactie voorstellen vanuit de techniek en de reden kun je altijd zeggen, alles kan, of kan al. Dat is deels waar, maar
met dat argument krijg je de mensen van die supermarkt niet zo ver, anders had het al lang gedaan. Anders. En nu dus blijkbaar wel. Maar over volgend jaar of zelfs 10 jaar is het weer anders hoor. Maar ik vind het gewoon verrassend en in die zin ook wel wat verwonderlijk. Ik heb hier een filmpje. En het gaat over leeftijdscontrole. Even als hier begint te lopen. Welke appels heeft ze in het zakje gedaan? Hoe zag die winkel die voor me uit? Het is even niet extra. Tweede artikel is gratis. Oh, er moet een kassa bij. Zit er een kratje onder die kar? Mag ik uw ID-bewijs zien? Zit er iets in die boodschappentas? Heeft u flessen ingeleverd? Spaart u ook koopzegels? Briefje van 50, even checken. Doet u mee aan onze spaaractie? Wilt u de bon? Als cashière probeer je je klanten zo vriendelijk en snel mogelijk te helpen. Met de ingang van de nieuwe alcohol- en tabakswet, beter bekend als NIX 18, hebben supermarkten, retailers en horecaondernemers er een flinke verantwoordelijkheid bij gekregen. De verkoop van alcohol en tabak aan personen onder de 18 jaar levert een forse boete op. En bij herhaling zelfs een tijdelijk verbod op verkoop van deze producten. Om u en uw medewerkers te ondersteunen bij de uitvoering van klantvriendelijke leeftijdscontrole, hebben AIT en BPI Services hun krachten gebundeld voor het ontwikkelen van een effectieve oplossing. Leeftijdsverificatie op basis van eenmalige registratie met legitimatiebewijs en nadien legitimatie op vertoon van het gezicht. Jongvolwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zich bij de servicebalie registreren met hun legitimatiebewijs. Dit wordt op een speciale ID-scanner uitgelezen. De software van de ID-scan beoordeelt het document op echtheid, controleert de geboortedatum en leest de pasfoto uit. Zodra de geregistreerde persoon blijkt te voldoen aan de minimale leeftijdsgrens van 18 jaar en het document blijkt echt te zijn, wordt de digitale kleurenpasfoto in combinatie met een live-opname, die direct tijdens de registratie gemaakt wordt, opgeslagen in de digitale 18-pluslijst. Hiermee wordt de registratie voltooid. Nadat de registratie is voltooid, wordt de klant bij elk bezoek aan de kassa herkend op basis van het gezicht. En weet de cashière middels een groene led of de klant alcohol en tabak mag kopen. Ter bevestiging dat de te herkennen persoon bij de 18-pluslijst behoort, kan de cashière direct op een mini-tablet zien welk gezicht herkend wordt. Vrijwillige registratie heeft als voordeel dat uw klant bij twijfel over de leeftijd niet meer bij elk bezoek zijn of haar ID-bewijs hoeft te tonen. Uw cashière kan in één oogopslag zien of de klant bevoegd is om leeftijdsgebonden producten te kopen. Het systeem leidt tot bevordering van de efficiëntie van de verkoop van leeftijdsgebonden producten en eenvoudigere handhaving van de nieuwe wetgeving. Leeftijdsverificatie op basis van gelaatsherkenning. Een betaalbaar, klantvriendelijk en snel te implementeren oplossing voor leeftijdsverificatie. En als bijvangst heb je dan ook een aankoopbedrag? Dat is ook makkelijk. Nou, dat is de vraag. Los van de maar dit is dus een idee. Bij mijn weten staat dat nog niet in de markt. Volgens mij is het filmpje nog niet zo oud. Staat het wel in de markt? Ja, maar Cedars is het niet meer. Maar het ging hier. Ja, hier staat een heleboel dingen in, trouwens, die wel illustratief zijn voor wat er net verteld is, ook door de voorgangssprekers. Ik ga daar niet helemaal terug, maar hier geldt ook weer, hè, het ging om die efficiëntie en handhaving. En handhaving wordt nou een issue, omdat er ja, ergens een beetje draconische maatregelen mogelijk zijn, dat als iets in de fout gaat, om wat voor reden dan ook, dat je dus een tijd niet mag verkopen, nou moet je je voorstellen als middenstander, dat je dan gewoon zoveel maanden niks, geen inkomsten hebt. Ja, dan ga je opeens denken aan misschien dit soort dingen. Oké, laatste voorbeeldje. Uit de Rotterdamse haven. Dat is natuurlijk een van onze grootste infrastructuren. Een van onze grootste drie infrastructuren in Nederland.
daar wordt ook al eigenlijk al jaren biometrie toegepast. Iemand daar mee, ooit mee te maken gehad eigenlijk? Of? Visa. Nee? Oké, okay, nou, dan vertel ik gewoon door. Het gaat voornamelijk om identiteitsfraude te voorkomen, hogere veiligheid van alles. En ja, die functionele koppeling, dat is net zoiets als wat bij die supermarkt gebeurde. Het gaat hier wel ietsje verder. Nou, er is één, het linkse handgeometrie. Dat is al jaren in gebruik. Dus het is gewoon de vorm van je hand. Vooral eigenlijk, want dit is dan een zuil of een paal die bij een gewone tourniquet staat. Maar dit staat ook waar de containers, de vrachtwagenchauffeurs met die grote containers aankomen. En dan is die paal ook wat hoger. Dan zit hij wat. En dan stoppen ze een hand ertussen en dan gaat die poort open en dan mogen ze weer doorrijden. Hè, mits er vol gericht zit en daarmee. Maar je kent maar, nou, handgeometrie is bekend. Het is misschien niet zo discriminerend als allerlei andere dingen, als een iris of zo. Maar voor die omgeving, vuil, vies, en het nietste nadeel van vrachtwagenchauffeurs, maar het is gewoon een andere toepassing dan dat je op een kantoor zit. Dus men had dat gewoon bewust gekozen voor je hand. En dat werkt, dat blijkt te werken. Dat werkt al jaren daar eigenlijk. Overigens wordt er ook al mee gefraudeerd, hoor. Dus dat is een reden omdat ze er vooral wil. Hoe doen ze dat dan? Wat? Die fraude? Nou, dan gaat er iemand anders even in die voor die chauffeur zitten die dus geregistreerd is. Dan rijdt hij door en dan stopt hij hier. Als ik het goed heb. Dat soort simpele. Plus dat er ook wel. Hè, ja, ik ben bijna klaar. Als het dan een rij voor de poort staat, dan is het ook van. Ja. Overigens, een leuk voorbeeld is dat een van de dingen die daar een probleem was van de ontwikkeling jaren terug, is omdat je vrachtwagenchauffeur, die zit meestal aan de linkerkant, dus met je linkerhand. De meeste apparaten waren voor de rechterhand. En het andere, dus die access key concept, dat is een kaart waar biometrie in zit. Hier zit eigenlijk getekend een vingerafdruk. Maar volgens mij hebben ze gekozen daarvoor aderpatroon van je vingers. En gebruiken ze die. Ik zie je knikken, ja. Ja. En ik moet door over de tijd. Korte vraag dan. Maar het uitstappen dat die winstdag wordt, dat kun je hier toch ook meer minder weg. Vraag niet de details. Dit is veiliger. Het zit niet alleen in de techniek, het zit ook in de processen eromheen. Hè? En daar zit de andere kant ook. Wat hier, en dan wil ik even die voor aannemers, want het was hier ook voor hogere veiligheid. Er zit hier een koppeling in met het opleidingen en certificaten. Dus met andere woorden, iemand die eraan komt, een lasker bijvoorbeeld, die iets moet doen, die tijdens die controle of het inchecken, hoe je dat wil noemen, ik weet niet hoe ze het verlenen, wordt er gecontroleerd of hij ook de juiste, zeg maar, opleidingen genoten heeft. En daarmee verhoog je een stukje veiligheid. Nou, toch nog eventjes. Ik verwacht, dit zijn dingen. Biometrics as a service, waarom zeg ik dat? Omdat ik denk dat we veel meer naar dingen gaan als stukjes processen die we met biometrie kunnen afvangen. Als je dat als een service neerzet, dan is het voor architecten weer handig. En dan gaan we dingen wel aan elkaar koppelen, maar toch op een goede manier. Wanneer het is, weet ik niet. Je ziet tendensen dat sensoren goedkoper en beter worden. Dus dat is prijs. Daarom werkt het ook bijvoorbeeld in de supermarkten. Zo'n vingerscanner, en jullie kunnen dat misschien nog beter beamen, is het gewoon nog een factor 2 duurder dan een cartridge of zo, dat soort dingen. Het ligt me net aan wat voor scanner dit jaar is. Oké. Okay. Maar de eisen zullen hier niet zullen. Nou, kwaliteit betrouwbaarheid en het gemak, het gebruiksgemak, dat wel meer van je voet. En ik verwacht ook dat er vanuit de consumentenmarkt, neem de iPhone met het vingertje, dat zal ook wel een boost geven. Heb ik hier nog wat? Oh ja. Even kijken wat ik hier achter. Oké. Okay. Deze nog even stilstaan, dan sluit ik af. Authenticatievorm van dit. Wat je weet, bezit, bent en doet. Dat is al naar voren. Nou, oh ja. Wat je doet,
is niet zo naar voren gekomen, want dat is eentje die ik zelf erbij zet. En ik weet eigenlijk niet of die zo ingeburgd is, maar daar zit ook in of je levend bent. Want je leeft en dat is iets wat je doet. Dus vind ik wel een belangrijke. Mijn stelling is dat biometrie op al die dingen, ik vat biometrie ruim op, kan insteken. Wat je weet, zie ik mensen fronsen. Dat is misschien nog wat ver. Maar er zijn al mogelijkheden om onze hersenpan deels uit te lezen. Nou ja, als ik daar aan iets moet denken, dan denk ik dat het gaat gelijk door. Denk ik steeds helemaal open nu de deur gaat open. Ja, zoiets. Dat is toch wel wat futuristisch, dus daar zal ik met iemand later komen. Wat je bezit, dan zeg ik altijd, nou, ik heb handen, ik heb voeten, ik heb een stem en ik bezit voor alles. Wat ik ben, zeggen ze altijd, dat is biometrie. Dan denk ik, ja, ik ben, dat is ongeveer gekoppeld aan hetzelfde. En wat je doet, als ik maar goed op beweeg en dan kunnen we het volgen, dan weet ze ook dat ik levend ben of dat soort dingen. Kan ook voor andere dingen nog gebruiken. Dus, daarmee is mijn verwachting dat biometrie, en nogmaals, ik zeg niet dat het de heilige graal is, ik zeg ook niet dat het de oplossing voor alles is, maar als wij dusdanige eisen stellen, en die stellen we, want we zijn eigenlijk, nou wat ik eronder zet, biometrie een beetje het herontdekken, want het zit gewoon heel, persoonsherkenning zit heel diep in onze genen namelijk. Het is ons, zonder dat hadden we nooit overleefd. Dat zijn we nu aan het herontdekken, nou ja, prima, laten we ook kijken naar die natuur. Dus met dank aan de Vereniging voor Biometrie en Identiteit. Anders had ik dit ook niet kunnen vertellen. Met dank aan die mensen die daar rechts ook staan. Voor, als laatste toevoeging, 3 november. Dat is een najaarsbijeenkomst. We houden een najaarsbijeenkomst en een voorjaarsbijeenkomst. Dat bestaat s'morgens uit een gesloten deel. Als het uit het verleden, wil je erbij zijn, word lid. Wil je dat niet, smiddags is de bijeenkomst staat vrij voor iedereen. En daar zijn alle aardigste lezingen weer. Het is in Schiphol Rijk. In dit geval, ja, dat is stom toeval, maar bij Unisys. We proberen zo onze mainports af te gaan. Rotterdam hebben we gehad, nu zitten we op Schiphol. En de volgende zouden ze wel eens Amsterdam kunnen zijn. En ik had net met, ik weet niet waar zit, die had het over, dat het hier is. Nou ja, dit is niet Amsterdam, maar het is heel dichtbij. Dus, nou, ik hoop je mij iets toegevoegd te hebben in ieder geval met biometrie. Mooi zo, dankjewel.